Nummerie 17. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en neem van hen voor elke stam één staf van al hun vorsten. Naar hun stammen 12 staven, ieders naam zult gij op zijn staf schrijven. Maar de naam van Aaron zult gij op de staf van Levi schrijven, want één staf dient voor het hoofd van hun stam. Dan zult gij deze nederleggen in de tent der samenkomst voor de getuigenis, waar ik met u pleeg samen te komen. En de man die ik verkies, dien staf zal bloeien. Zo zal ik het gemor waarmee de Israëlieten tegen u morren tot zwijgen brengen, zodat ik het niet meer hoor. Nadat nu Mozes tot de Israëlieten gesproken had, gaven al hun vorsten hem voor iedere vorst één staf, naar hun stammen 12 staven, en de staf van Aaron was onder hun staven. Mozes nu legde de staven neer voor het aangezicht des Heren in de tent der getuigenis. Toen Mozes de volgende dag de tent der getuigenis binnenging, zie, de staf van Aaron voor het huis van Levi bloeide. Hij had bloesem voortgebracht, bloemen gedragen en amandelen doen rijpen. Toen Mozes al de staven van voor het aangezicht des Heren tot al de Israëlieten naar buiten bracht, zagen zij het en namen ieder zijn staf. En de Heere zeide tot Mozes: breng de staf van Aaron terug voor de getuigenis, om bewaard te worden tot een teken voor de wederspannigen, zodat gij aan hun gemor een einde maakt en ik het niet meer hoor, opdat zij niet sterven. En Mozes deed het. Zoals de Heere hem geboden had, deed hij. De Israëlieten immers hadden tot Mozes gezegd: zie, wij geven de geest, wij komen om, wij komen allen om. Al wie ook maar nadert tot de tabernakel des Heeren zal sterven. Moeten wij dan tot de laatste man de geest geven?